Dit is Anastasia en Anastasia is vandaag 18 jaar geworden, dus dat betekent dat het haar verjaardag is. En haar ouders zijn best wel rijk. Vorig jaar heeft ze een eiland gekregen en dit jaar hopen ze heel erg op een paard. Maar ja, haar moeder is er niet helemaal mee eens met dat idee, want zij zegt dat paarden hartstikke duur zijn en helemaal nergens voor nodig zijn. En een eiland is schijnbaar wel. Hey mom! Happy birthday to you! Hallo! Moet ik nog even zingen, schat? Nee, hoeft niet hoor. Ah, jawel! Jawel! Mam, wat doe je allemaal? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Nou, wauw, mam, wat leuk! Nou, vind je het een beetje leuk? 18, hè? Je bent officieel een volwassene. Ja, super cool. En waar is mijn cadeau? Oh, ja. Die staat tussen de trailers. Hij is grijs. Grijs? Is er misschien een paard? Ga maar zelf kijken, schat. Oh, zin in. Misschien krijg ik ook toch een paard. Anastasia was natuurlijk super enthousiast, want ze dacht dat ze een paard zou krijgen. Maar zou het wel een paard zijn? Hij staat tussen de trailer. Zou die dan niet beter in de stallen kunnen staan? Het is een auto. Het is geen paard, maar een echte Jorvik car. Die zijn super cool. Dankjewel, mam. Oh my gosh. Kijk hoe mooi hij is. Hij zou vast ook heel snel moeten kunnen, mam. Heel snel kan die. Hij kan 200 kilometer per uur. 250 om precies te zijn. Wauw, mag ik erin? Tuurlijk. Maar ik heb nog geen rijbewijs. Die heb ik toch gekocht voor 100 miljoen miljard euro. Hup, erin. Oh, oké, is goed. Dank je. Oké, let's go. Woehoe. Wow. Mam, kan hij niet sneller dan dit? Nee, liever, dat ben ik te gevaarlijk. Maar hij kan toch 300? Ja, ik heb ingesteld dat je niet hoger kan dan 40. Wat? Ah, prima. Woehoe, ik ga wel even crossen. Woehoe, ik ga wel even crossen. Misschien kan ik naar Steve of zo gaan. Wee. Woehoe, oké, let's go. Wauw, ik ga echt hard, man. Ik kan overal crossen waar ik maar wil. Dit is zo vet. Woehoe. Wauw, ik kan echt super hard met deze auto. Hij hobbelt echt heel erg op het gras. Wow, ik ga toch maar weer op de weg. Misschien is dat iets beter. Ja, yeah. Wow, we gaan echt super hard. Ah! Hey, kijk eens aan je doppen. Je maakt mijn paard... Hey, hallo meisje. Coole auto heb je daar. Is het een Jorvik car type E? Ja, toevallig wel. Hoezo? Wow. Die wil ik al mijn hele leven lang. Mag ik eens kijken? I guess. Maar ik weet niet of hij een beetje te cool voor jou is, hoor. Nee, joh. Wauw. Ik droom van deze auto. Hij is hartstikke duur. Ja, mijn ouders zijn biljonairs. Multibiljonairs, om precies te zijn. Wow. Ja, mijn ouders zijn gewoon de eigenaar van de grote rijbaan. De grootste van heel Jorvik. Niet de enige. Oh, kijk uit. Daar is zo'n geel wagentje. Oh, boeien. Die rijdt om me heen. Ja, het geluk. Bij mij rijdt hij me altijd half aan. Ja, maar hij mag jou misschien ook niet. Snap ik wel. Je bent hartstikke rijk. Hij is waarschijnlijk jaloers. Ja, dat snap ik wel. Wil je ons een ritje maken? Nee, sorry. Dat kan niet. Nou, ik moet verder. Ik heb afgesproken bij Steve. Misschien zie ik je later. Doeg! Oh, wacht! Vroom! Wow. Even wat langzamer rijden in het dorp. Oké, toch al iets harder. Ongeveer zo oud. Wauw. Wat is het toch cool. Hey, ben jij niet een beetje jong om een rijbewijs te hebben? Laat je rijbewijs maar eens zien. Alsjeblieft. Is deze wel echt? Ja, volgens mij. Auw, je rijdt over mijn voet. Oh, oeps. Heeft u ooit een paard op uw voet gehad? Ja. Nou, zo is het net zo. Niks aan de hand. Doei. Wacht jij die? Gooi maar in mijn auto. Gelukt? Ja, dankjewel. Doeg. Hij ligt er gewoon naast, maar ja, ik koop wel een nieuwe. Maakt niet uit.
Waar zijn mijn besties? Hey, coole auto, girl. Dankjewel. Wow, je rijdt mijn pony bijna aan. Oh, sorry, hij is een beetje groter. Ik moet een beetje wennen. Heb je wel nog rijbewijs? Nee. Maar ik kan wel rijden, kijk maar. Woehoe! En ik kan ook van die scherpe rondjes draaien die je dan in die coole TikTok-edit zit. Woehoe! Is het niet super cool? Ik weet niet, girl. Het is een beetje gevaarlijk, toch? Je kan veel beter een paard nemen. Nou, dat mag niet van mijn moeder, anders had ik het echt gedaan, hoor. Waarom mag je alles van je moeder? Je mag zelfs een eiland, maar een paard mag je niet. Nou, ik vind een auto ook prima. Bovendien hebben we 200 paarden bij ons op stal. Ze worden dan wel binnen 4 weken verkocht, maar ze zijn wel hartstikke leuk. Ja, maar wat zijn de voordelen van een auto en de voordelen van een paard? Nou, het voordeel van een auto is, hij wordt niet moe. Maar de benzine is hartstikke duur. Oké, en je kan er super hard mee. Met een paard kan je ook hard. Het is gewoon vet. Een paard is ook vet. Noem nu even de nadelen van een paard. Elke dag verzorgen. Auto moet je elke dag schoonmaken. Elke dag rijden. Auto kan je elke dag rijden, maar dat hoeft niet. En daarna ga je misschien ook vervelen. Oh ja. En de voordelen van een paard zijn, je kan er een band mee vormen. Je kan hem super lang houden. Je kan er lange ritten mee maken. Je kan hem trainen. Je kan er van alles mee doen. Ja, en het is zo dat een auto, die kan je toch niet opvrolijken? Een paard wel. Hij heeft ook gevoelens. Een auto heeft geen gevoelens. Is maar een tip. Ja, daar heb je gelijk in. Inderdaad. Oké, nou, weet je wat? Ik ga mijn moeder vragen of ik dan een paard mag, oké? En dan ga ik alle voordelen opnoemen en van de auto's nadelen. Succes, girl. Dank je. Kom, auto. Vroom. En zo ging Anastasia terug naar huis crossen om te kijken of ze zo'n paard mag. Want ja, met zo'n paard kan je dus echt veel meer. En het is ook nog niet eens slecht voor het milieu. Nou ja, misschien de poep. Maar ja, daar wordt al iets gedaan bij de boeren en de koeien en zo. En omdat ze toch geen rijbewijs had, ging ze lekker over de velden. Want ja, over de weg is natuurlijk hartstikke saai. Wat saai deze weg. Wow, dikke hobbel. We gaan gewoon weer over de boerenveld. Lekker crossen. Woehoe. Ik betaal de schade wel. Ik ben er weer. Eindelijk thuis. Werd er ook wel een beetje moe van. Zo, mooi geparkeerd. Ik word gewoon professioneel. En uitstappen. Zo, dat was een lekker ritje. En het is wel een coole auto, maar ze hadden wel gelijk. En zo is het Anastasia erover na te denken of ze misschien toch liever een paard had in plaats van een auto. De auto vond ze heel leuk, want ze kon ermee rondcrossen overal waar ze wou. Zelfs op plekken die niet zo goed zijn voor paarden. En een auto, daar koopt ze zo een nieuwe van. Maar als je een paard hebt, bouw je daar een band mee en moet je er veel voorzichtiger mee zijn. Weet je wat? Ik ga het aan mijn moeder vragen, dacht Anastasia in haar hoofd en rende naar haar moeder toe om te vragen of ze toch een paard mocht. Ook al wou die moeder het eigenlijk niet, wat was het ergste antwoord? Een nee. Hey mam, ik vind de auto superleuk. Mooi lieverd, maar ik had een vraagje. Mag ik misschien in plaats van een auto toch een paard? Wat? Maar de auto is toch super cool? En daar kan je mee crossen en alles. En je hoeft geen rekening mee te houden dat je zijn gevoelens kwetst. Nee, maar met een paard kan je een band opbouwen. En bovendien, de auto is hartstikke slecht voor het milieu. Minder slecht dan paarden. Maar paarden, hun mest stoot CO2 uit. Was dat niet zo met koeien? Weet ik veel. Nou ja. Een auto stoot ook CO2 uit. Zelfs meer. Oké, daar heb je gelijk in. Ik weet het niet. Ik ga het even overleggen met je vader. 1 seconde. Piep, piep, piep. Hallo? Ja, hallo, Dirk Jan. Ja, jouw dochter wil een paard. Wat? We hebben 200 paarden. Daar kan ze ook gewoon op rijden, hoor. Verwend kind. Oké, schatte patat, kadoeg. Van je vader mag het niet, sorry. Wat? Maar ik wil een paard. Ja, maar je hebt hier al 200 paarden, hè, schat? Ja, maar die gaan altijd met een maand alweer weg. Daar kan ik geen band mee opbouwen. Nou! Nee, mag gewoon niet van je vader. Niet mijn schuld. Je hebt zoveel geld en dan kan je niet eens een paard kopen. Wat vervelend, laat ook maar. Nou, ik ga wel even naar de paarden toe. Ik kan ze op zijn meest aaien. En misschien kan ik ook wel even op eentje rijden. Kan ik toch rijden. Zo, snel naar de stallen. Hey, er staat maar 1 paard. Misschien staan ze allemaal op de markt. Hey, is dat wie ik denk dat het is? Dat is die ene jongen die ik tegenkom in mijn auto. Hey daar. Oh, hey. Was jij niet die ene die in de auto zat?
Ja, vind je het goed als ik bij je in stal kom? Tuurlijk. Dit is mijn pony, mijn halflinger. Oh, wat schattig. Ja, super mak en braaf en alles. Ja, je zag het al toen je die auto zat. Ze schrok een beetje van je auto, maar ja, dat verbaast niks. Nee, ik kan me ook wel echt vanuit niets aankrossen, maar wat doe jij hier dan? Ja, ik help je met het paarden trainen, maar ik vind het niet zo leuk. Daarom heb ik een eigen paard, want ja, die paarden moeten met een maandje alweer klaar zijn en weggaan. Die moet je even leren stap, draf, galop. Want ja, ze kunnen onder het zadel, maar zijn nog niet zo goed. Ja, daar heb je gelijk in, maar je komt hier dus vaker? Ja. Oh, er zijn hier niet veel mensen van je leeftijd en al helemaal geen jongens. Bijna alle meiden zijn trutten. Ja, en misschien ben ik wel een kakker. Oh nee, alsjeblieft. Grapje natuurlijk niet. Maar jij woont hier dus? Ja, zoals ik al zei, mijn ouders zijn multibiljonairs. Ach ja, natuurlijk. Dan is het ook moeilijk om vrienden te zoeken zonder dat ze je meteen gaan gebruiken voor het geld. Ja, dat is inderdaad wel waar, maar ja. Je kan ook hele leuke dingen doen, zoals een paard kopen. Nou ja, zou moeten kunnen, maar ja. 200 paarden die allemaal binnen een maandje alweer weg zijn. Yay. Ja, inderdaad. Maar we gaan elkaar waarschijnlijk vaker zien, dus hoe heet je? Oh, mijn naam is Anastasia. Wow, dat is echt een dure naam. Ja, ja, dat hoor ik vaker. En wat is jouw naam? Ja, mijn naam is Max. Oh, wat een mooie en ook dure naam. Ik weet, het is echt de meest basic naam ooit. Maar hey, ik ben er blij mee, want hij is lekker makkelijk. En bijvoorbeeld als ik mijn naam moet knutselen bij knutselen op school, heb ik maar 3 letters om te doen. Hoe makkelijk! Ja, Anastasia is toch wel een hele moeilijke naam, zo bij handvaardigheid. Ja, Anastasia, mag je hem niet afkort of zo? Nope, alles moet erop en eraan. Ah, oh, wat lijkt mij dat vervelend. Ach, geloof me, het is verschrikkelijk. Dat geloof ik wel. En oh jongen, ik wil zo graag een paard. Je wil niet weten waarom. Kijk, ik heb misschien 200 paarden, maar die zijn niet van mezelf, weet je. Ik wil gewoon een eigen paard waar ik een band mee op kan bouwen, waar ik samen oud mee kan worden. Ja, dat snap ik wel. Ik had het ook al lang en het is mij gelukt met een klein praatje met mijn ouders. Hey, misschien kan ik dat ook bij jou doen. Kan ik je een beetje helpen? Ik neem mijn pony wel mee, als voorbeeld. Oh ja, dat is een goed sappig idee. Als ik een paard krijg, krijg je 100 euro van mij. 100 euro? Dat is nog niet eens mijn maandelijkse salaris. Ik verdien 3 euro. Ik loop Krantenwijk. Krantenwijk? En je hebt een eigen paard? Ja, mijn ouders betalen het voor me. Ah ja, ik zie het. En je werkt hier om paarden tam te maken? Ja, dat betaalt wel veel. Maar Krantenwijk, dat is echt alleen maar omdat mijn moeder dat wil. Ja, mijn moeder wil dat ik bij de Appie ga werken. Nou, echt niet. Appie, jongen, je ouders zijn multibiljonair. Zou ik willen zijn dat je gaat werken? En dan ook zulk werk gaat doen. Waarom niet in de race-industrie of zo? Ja, dat vraag ik me dus ook af. En zo liepen Anastasia en Max samen naar de moeder van Anastasia om haar te overtuigen. Maar zou het wel lukken? Zou ze überhaupt wel naar iemand anders kunnen luisteren? Ik bedoel, ze is een topzakenvrouw en best wel independent woman. En naar jongens luistert ze al helemaal niet snel. Dus ja, Anastasia had haar hoop niet heel hoog. Maar ja, misschien lukt het wel. Hé, moet je eens kijken. Dat is de eigenaar van de rembaan, want toevallig dat zij er ook is. Oh ja, dat is mijn moeder. Oh, oké. Hé, mam. Oh, hallo, lieverd. Heb je een vriendje? Mam, alsjeblieft zeg. Doe niet zo kinderachtig. Hallo, mijn naam is Max. En ik zou heel graag eventjes een super zakelijk en professioneel gesprek met u aan willen gaan. Oh, nou, ik ben benieuwd. Kom maar op. Oké, ik heb gemerkt dat uw dochter... Je hoeft niet je handen samen te vouwen. Zou professioneler over moeten komen, maar werkt niet voor mij. Oh, ja, oké. Jouw dochter en ik hebben eventjes een gesprek gehad. En het was super zalig. Zalig? Probeer je nou netjes Nederlands te praten met rare woorden die je gebruikt als je eten lekker vindt? Oké, ik praat dan gewoon op zijn normaal modern Nederlands. Jouw dochter en ik waren even lekker aan het kletsen, net zo net bij de stallen... En we hadden het een beetje over dat ze heel graag een paard wou. Oh, ja. Tuurlijk wil ze dat. Iedereen heeft wil een paard. Elk paardenmeisje wil een paard, toch? Ja, bijna allemaal. Maar, ja. Ik wou je dus vertellen. En zo legde Max uit waarom een paard superleuk kan zijn. En ook nog eens goed voor je mentale gezondheid. Dat het kan helpen met stress. Kan ook stress geven. Maar heel vaak helpt het mensen ook. En dat je er beter door kan voelen. En... zoveel meer voordelen en dan de nadelen van een auto. Dat die slecht voor het milieu zijn. Want ja, ze heeft ook geen elektrische auto of zo gekregen. Maar echt een Jorvik car.
Maar de grootste en beste reden is dat er schoolprestaties omhoog kunnen gaan. Doordat het paard haar minder stress geeft en haar kan kalmeren. Hé, hey, ja, dat is waar. En lieverd, misschien haal je dan nog het gymnasium wel. Ja, misschien kan uw dochter dan inderdaad de universiteit doen. En misschien met wiskunde of iets heel moeilijks of zo. Want dan heeft ze natuurlijk minder stress en kan ze beter leren. Ja, mam, dat is inderdaad waar. Beter leren, wie wil dat nou niet? Nou, lieverd, dat komt een beetje sarcastisch over. Nou kijk, als ik gewoon een paard heb, dan kan ik me denk ik echt beter concentreren. En dan heb ik echt minder stress, want paardrijden geeft me zoveel minder stress. En helemaal met een paard die ik 100% kan vertrouwen en die niet binnen een maand weg is. Oké, nou, weet je wat? Ik haal hem vandaag op en morgenochtend zal hij voor je deur staan, oké? Serieus? Ja, maar het is nog een verrassing wat voor paard het wordt, oké? Oké, dankjewel! Goeie keus, mevrouw. Ik had het ook gedaan. Ja, ja, jonge man. Met de zakenvrouw discussiëren. Oh my god, Max, dankjewel! Ik krijg gewoon een paard. En morgen krijg ik hem al, hè? Alleen ik weet niet wat voor paard. Hopelijk is het geen Shetlander. Hé, hey, ze zei een paard. Ja, ik krijg gewoon een paard. Ik ben zo blij. Nou, top. En misschien kunnen we zelfs eens een buitenrit doen als je paard hebt. Ja, inderdaad. Goed idee. En zo ging Anastasia meteen naar bed. Want ja, het begon al 6 uur te worden. Etenstijd. En daarna wou ze meteen gaan slapen, zodat het extra snel morgen werd. Ze had doei gezegd tegen Max, haar nummer gegeven en stormde naar binnen. Wat heb ik lekker geslapen. Anastasia sprong haar bed uit en rende naar beneden, want ze wist natuurlijk wat voor dag het was. En toen zag ze het paard. Wat is hij lief! Hallo! Wat is jouw naam? Oh, wat schattig ook, die witte beentjes! Ik had echt niet verwacht dat het een voskleurig paard zou zijn, maar ik vind hem helemaal leuk. Ik had heel iets anders in mijn hoofd hoor. Maar geen zorgen, je bent ook hartstikke mooi. Snel even naar mama toe. Dan kan ik even wat dingetjes over je vragen, hoe oud je bent en wat je naam is en dat soort dingetjes. Kom maar mee. Oh, wat ben je braaf. Haar leerluid is echt perfect. Hé hey mam, dit is echt zo'n leuk paard. Ik ben blij dat je hem lief vindt, schat. Maar hoe oud is hij eigenlijk en wat is zijn naam? Wat kan hij allemaal? Oké, ik zal het je vertellen. Zijn naam is Diamond en het is dus een vaskleurig paard van 12 jaar oud. 12? Dat is toch nog best wel jong? Nee hoor, dat is gewoon een leeftijd wat voor mensen ongeveer 30 is. Gewoon een volwassen paard. Oh ja, dat is ook leuk. Ja hè? En nou. En wat voor ras is het? Het is een Yorvik paard. Hij is niet heel bijzonder. Een Trakener eigenlijk. Trakener? Spreek je het wel zo uit? Ik heb geen idee, schat. Ik heb oprecht geen idee. Ach joh, geef niet. En is hij helemaal makkelijk onder het zadel? Nou, hij houdt niet heel veel van zadels, maar hij kan heel goed met zadel rijden. Ik zou als ik jou was wel eens eerst beginnen met de zadel. Dan kan je wat leren kennen. Want ja, je wil natuurlijk wel een band opbouwen, hè? Ja, 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 is goed. Nou, hup lieverd, ga nou maar gewoon. Je moet natuurlijk wel rijden, hè? Want ja, anders is dat paard helemaal voor niks. Ja, mam. Trouwens, het gaat niet alleen om rijden. Het gaat ook om een band opbouwen. En verzorgen en dat soort dingen. Ja, ja. Nou, leuke stormwind praat. Ga dan maar verder. Oké. Kom maar mee. Een beetje doorlopen, hè? En zo liep Anastasia samen met haar nieuwe paard naar de stallen. Of nou ja, eigenlijk naar een soort poetsstal. Want ja, ze zou hem nog even poetsen, klaarmaken en dan opzadelen. Zo, en dan kan ik je hier even lekker poetsen en alle hoefjes uitkrabben. Want ja, je komt natuurlijk wel uit de trailer en dat is flink te zien. Zo, word je weer helemaal schoon. Oh, wow. Raar paard. Je reageert daarop. Grappig. Goed zo. Hier heb je een appeltje, omdat je het zo goed doet. Lekker, hè? En van appels krijg je natuurlijk dorst. Zo. Wat is dat? Is dat nou een paard in een dek? Laat maar. Een gekke glitch in de Matrix of zo. Zo, kom maar lieverd. Ga ik je even opzadelen. Braaf. Opstappen en dan wil ik ook even kijken wat het rare ding is. Braaf. En mevrouw, waarom is dat een vliegend dekje die lijkt op een paard maar dan in elkaar gekronkeld? Ik weet niet waar je het over hebt.
Nou, dat is duidelijk de neus. Dat zijn duidelijk de ogen. En dus hij heeft ook tanden. Hij is een wit gestippeld paard. Wat is dit? Ik, zoals ik zei, ik ging niet meer eens over hemd. Oh, sorry mevrouw, ik ga al. Fijn. Cap op en laarzen aan, jonge dame. Oh, vergeten. Zo, een echte rijdersoutfit. Nu lijk ik wel professioneel. Kom mee. Ik wil springen vandaag, samen met jou. Dan kan ik je even een beetje leren kennen. Kijk eens, Diamond, is dit niet een prachtig parcours? Kom maar. Ik maak ze eerst wel even wat lager, anders wel heel hoog. Zo, eerst wat lage sprongetjes van 40 centimeter of zo. Je hebt een snelle, korte galop, zeg. Dat is echt even wennen. Wow, je zit echt mini-stapjes. Nou, kom. Goed zo. Zo, kijk of die goed uitkomt. Oh, sorry, mijn fout. Oh, die kan niet goed uit. Rustig maar. Oh, waar maak je zo zorgen om? Rust. Hey, het is oké. Zo te zien maak je wel snel zorgen. Is niet erg. Ik begrijp het. Je maakt echt korte pasjes. Nou kom, dan gaan we even eentje hoger proberen. Oh, geef niet. Ik snap het. Was te snel. Nu moeten we even een goeie doen. Kijk, deze is 50 centimeter. 1, 2, 3 en hup. Wat is dit toch met jou? Oké, kom maar over paars heen. Dat lukt je wel. Goed zo. Dat was met waterbak. Dat is echt super knap dat je in één keer lukt. Je bent dus wel echt een springpony zo te zien. Of nee, ja, eigenlijk paard. Hup, hup, kom op. Zo, ze komen allemaal perfect uit met jou. Wat ben je een goed springpaard. Ik ben echt trots op je, Miracle. Oh nee, wacht, dat is je naam toch niet Diamond? Sorry. Ik rijd altijd de paarden die Miracle heten. Die zijn zo beroemd op Star Stable. Kom op, door. Hé, die moesten we nemen. Oké, we gaan nog een keer proberen. 1, 2, 3, 4, 5. Goed zo. Oké, nu gaan we echt hoge sprongen doen. En zo trainde Anastasia elke dag met haar paard Diamond. Diamond werd ook een steeds beter springpaard. Kom op. Laatste sprong voor vandaag is de regenboogvlag. En morgen gaan we de hoogste sprong nemen die we hier kunnen springen. Want je doet deze allemaal vlekkeloos nu. En het was de volgende dag. Anastasia had een van de moeilijkste sprongen ooit opgezet. Hij was super hoog. Ja jong, hier moest je overheen springen. Maar eerst doen we deze. Is iets lager en aan de zijkanten liggen ook nog dingetjes waar je overheen kan. Kom, laten we eerst even inrijden. Goed zo. Oh, niet zo hard. Rust. Oh, anders komt hij niet uit. Goed zo. Braaf. Mooi. Oké, we gaan nu over de lagen van de bosjes. Maar die is al heel hoog. Juist. Goed zo. Oh, wat goed gedaan. Ben ik trots op jou. Oh, ja. Ik snap dat je bent enthousiast. Nou, kom. We gaan er nog een proberen. Maak je klaar. 1, 2, 3, 4. Goed zo. Je gaat nu zo hard. Met dit tempo kunnen we prima die andere ook nog doen. Dit doe je alleen maar vlak voor de sprong. Of wanneer je nagaat. Hiervoor hebben we goede aanloop nodig. Kom op. Kom op, kom op, kom op. Juist. Ho. Oké. We gaan nog één keer die hoge doen. Kom maar. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Hé, wat doet dat andere paard nou? Die leidt ons helemaal af. Wat vervelend. Oké, dat geeft niet. Is dit jouw schuld, Diamond? Oké. Ready? Go. Oké, eerst over deze. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Goed zo. Lekker. Nu deze nog. Juist. En om af te sluiten nog even dit makkelijke sprongetje. Goed zo. Oh, hey. Lekker bezig. Hoogste sprong van de hele rijbaan. Je kan nog hoger, denk ik, met dat beest. Nou, deze is al heel hoog, hoor. Maar is dit je nieuwe paard? Ja, naam is Diamond. Ah, wat leuk. Wat is hij mooi en groot. Ik had gedacht dat je een pony of zo zou krijgen, dat is ik. Nee, hoor. Ik heb een dik paard gekregen. Die kan hartstikke hoog springen. Halflingers kunnen ook hoog springen, hoor. Dit is een echt sportpaard. Net zo goed als deze? Nou, het is en blijft een halflinger, hè. Ja, dat klopt. Hé, hey, zin in een buitenrit? Zonder zadel. Tuurlijk, ik haal even mijn zadel af. Jij ook? Ja hoor. Zo, ik ben klaar.
Ja, ik bijna. Ik gooi het dekje even onder mijn kont weg. Ja. Zo. Gooi je dit? Oké, ja, maar weet je wat? Laat maar. Hé, kan je deze sprongen hier springen? Deze hier, die is super hoog. Ja, I know. Ik kan het proberen met zo'n korte aanloop. Dan moet jij het ook proberen. Oké. Nou, ik weet het eigenlijk niet zeker hoor. Het is en blijft een kleine halflinger. Oké, is goed. Ik ga het wel doen. Oké, nee, die kan echt niet uit. Hij moet echt even opnieuw. Ik had het door. Oké, ik ga ook nog één keer proberen. Oké, wacht. Ik ga het proberen, oké? Kom, Haffie. 1, 2. Oh, oh. Eeuw, ik zit in de bosjes en er zit allemaal spinnen in. Ah! Gekke Max. Dat moet je toch ook niet doen? Je moet een veel grotere aanloop nemen. Nou, doe jij het eens voor dan. Is goed. Kom mee. 1, 2. Goed zo. Ja, en dan mag je ook weer terugkomen ook. Wow, staan hier allemaal waterbakken achter. Ja, nou hup, terugkomen. Ja. 1, 2, 3. Goed zo. Ho, kijk uit. Ho, dat was bijna een boxing. Ja, je moet uitkijken waar je loopt, hè. Hé, ik kan niks zien, hè. Ik weet het. Ik maak een grapje. Ik wist al dat je op tijd kon stoppen. Nou, kom. Laten we gaan. Hé, ik heb een heel mooi plekje met een prachtig uitzicht. Kom je mee? Ja hoor, is goed. Oké, volg mij. Ik neem wel de sportieve route. Wat bedoel je nou weer? Oh, je gaat overheen springen. Lekker, Diamond. Ja, tuurlijk ga je weer springen. Je moet altijd springen. Tuurlijk spring ik. Ik hou van springen. Kom mee. Woehoe! Niet zo snel. Mijn paard is niet zo snel. Ja, mijn halflinger mag dan wel klein zijn, maar hij is hartstikke sterk en snel. Ja, dat geloof ik wel. Ik heb het door. Trouwens, heb je wel eens gehoord van een neergestorte ruimteschip? Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb hem nooit gezien. Ik geloof er niet echt in. Het is een soort kunstwerk, maar hij is wel super vet. Kom op, spring over de stenen. Die kan mijn pony wel. Juist. Ik ga voor de boom staan. Oké, kijk uit. Het is wel stijl, hè? Ja, ja. Ik kijk al uit. Ik hou ervan om een beetje te beschermen. Ik heb het door. Het wordt hier wel een beetje benauwd, dus let daar wel op, oké? Oh ja, is vast niet erg. Mijn paard weet het ook wel. Kom mee. Goed zo. Je houdt wel echt heel erg van springen, hè? Ja, op het moment wel. Maar als ik het te vaak doe, ben ik bang dat het gaat vervelen. Ja, dat klopt wel. Ik laat mijn pony liever niet zoveel springen. Is er niet echt op gebouwd. Nee, halflingers kan je ook veel beter voor de dressuur gebruiken, toch? Ja, op zich. Ze hebben korte achterbenen. Jou heeft hele lange achterbenen. Ja, dat klopt. Hij is echt ook groter. Hij kan hard springen. Ja, dat geloof ik zeker. Hey, wat voor ras is haar pony eigenlijk? Een trakener. Wauw, dat is vet. Hier is het trouwens. Het is door een echte kunstenaar gemaakt. Nou ja, dat zeggen ze. Maar misschien is het wel een leugen om mensen een beetje onder bedwang te houden. Ja, you never know, hè? Oké, kijk uit. Het is hier stijl. En wauw, het blijft vet ding. Wauw, ik wist niet dat hij hier echt was. Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat het geen eens een kunstwerk is. Ik denk dat het oprecht een ruimteschip is uit Pandoria. En die hier dan per ongeluk is neergestort of zo. Jaren geleden. En hij geeft nog steeds licht, hè? Ik kom hier zo vaak. Het is echt raar. Wauw. Maar waarom mogen die weten dat het een echte is? Nou, misschien willen ze dat gewoon niet. Misschien is het zelf gebruikt voor onderzoek of zo. Of om mensen een beetje rustig te houden. Ja, misschien wel, ja. Ach ja, het zal wel. Ik geloof gewoon in wat de nieuws zegt. Oké, jouw keus. Kom mee. Hier is het prachtigste uitzicht ooit. Je hebt het waarschijnlijk nog nooit gezien. Zo mooi. Ik ben benieuwd. Wauw. Je hebt hier uitzicht over heel Jorvik. En zelfs de renbaan. I know. En zo gingen Anastasia en Max tot het laat werd in de nacht samen hier kijken. Zelfs dat de sterren kwamen. Hé, hey, Anastasia. Ja? Ik moet je iets vertellen. Ik wil niet onze vriendschap of zo verpesten, maar we zijn nu echt al wel even. We hebben een paar dagen contact. En ik weet, het is nog heel kort, maar ik vind je toch echt wel heel leuk. En het lijkt me leuk om elkaar nog beter te leren kennen, maar dan terwijl we in een relatie zitten, snap je? Serieus? Dat wou ik je ook zeggen. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Want ik weet niet of mijn moeder het wel goed vindt. Want een vriendje kan voor best wel afleiding zorgen. En als er dan toch liefdesverdriet en zo komt, ben ik weer gestrest en afgeleid. En kan ik misschien niet naar de universiteit. Schat, ik beloof het je.
Ik zorg dat je alleen maar ontspannen wordt en niet gestrest. En waarom zou ik jou dumpen? Je bent het leukste meisje van de wereld. Dank je, maar dan is er nog iets. Alles wat je maar wil, ik maak het waar. Mijn moeder wil graag dat ik heb met een jongen die wat rijker is. Als je nou wat ik bedoel. Rijk? Laat me even kijken hoeveel ik op mijn bankrekening heb. 300,00. Ha, dat is 3000. Dat is 300 euro met een komma en dan twee nullen. Dus het is 300 euro. Dat is niet zoveel. Echt wel, 300 euro is hartstikke veel. Het is niet rijk, weet je. Wat, maar... serieus, kunnen we niet hebben doordat ik niet rijk genoeg ben? Misschien kunnen we het eerst in geheim doen. Dan gaan we een band opbouwen, elkaar leren kennen... en daarna kunnen we misschien aan mijn moeder bewijzen dat wij wel kunnen hebben... en dat het niet per se om rijkdom ligt. Ja, nee, ik weet het niet hoor. Wat? Maar je zei net dat je zou zorgen dat ik geen liefdesverdriet zou hebben. Ja, maar je had me dit niet verteld. Wat moet ik ook met jou? Maar... ja, maar sorry. Nee, ik heb hier echt even tijd voor nodig. Nee, ik kan het echt niet aan. Doeg! Nee, wacht, Max, stop! Nee, ik wil... wat is er nou? Alsjeblieft! Kunnen we het alsjeblieft een kans geven dat we het eerst in geheim doen? Ik beloof dat we het mijn moeder vertellen, zo snel als het maar kan. Maar eerst moet u echt even goedkomen. Ja, maar als we het dan... als we het toch gaan vertellen, waarom doen we het dan niet meteen? Want dan zijn we toch alsmaar verliefd en dan moet het ineens uit... worden we allebei verdrietig. En dan komt het niet door ons allebei. En dan is jouw moeder die dat doet. Ja, oké, dat klopt. Laat het aan mijn moeder vertellen en uitleggen dat we dit willen. Net als met de paarden. Maar dan moeten we eerst nog de hele nacht door gaan bellen... zodat we kunnen overleggen hoe het gaat, oké? Yep, is goed. Maar eerst naar huis. En ik breng je naar huis, want anders is het veel te gevaarlijk voor jou. Oké. Hoor je ook dat zoemende geluid uit dat ruimteschip? Ja, dat was er net nog niet. Wat raar. Ik ga wel even kijken. Nee, Max, niet doen. Max. Max. Oké. Rustig, ik kijk alleen vanaf hier, vanaf de boomstam. Maar Max, het is te gevaarlijk. Misschien komt er ineens een alien uit. Ach, stel je niet zo aan, man. Max, alsjeblieft, kunnen we weggaan? Prima. Als onze kippenkind dat wil, gaan we wel weg. Nou, noem je me nou een kip? Jij bent diegene hier die op een kip lijkt, met je dikke witte haren. Wat? Er zijn ook gewone bruine kippen hoor, met zwart haar. Ja. Een haan. Noem je me nou een haan? Die zijn het irritantst, hè? Ja, en ook het dominantst. En zo gedraag je wel. Je speelt de baas over mij. Ja, ik probeer jou te beschermen. Jij mij beschermen? Kom op. Ja, wat ken je nou? Rechterhoek, linkerhoek, wat is het? Ik ben niet links, dus ik ben beter met rechts. Ja. Raar kind. Toch wel raar dat zoemende geluid. Ja, ik vind het ook raar. Laten we hier snel weggaan. Inderdaad. Hey, Diamond. Wow, zie je wel stil. Hey, Diamond, schat. Sorry dat ik tegen je aanbotste. We gaan weer. En dan zet ik je lekker in de stal. Kunnen we weg van dit benauwde stuk. Let's go. Yep, let's go. Wel snel. Ik wil graag naar huis. Maar hartstikke donker. Inderdaad, mijn moeder zou zich wel zorgen maken. Ja, die van mij ook. En zo was het de volgende dag geworden. Oké, klaar voor? We hebben dit de hele nacht prepared. Dus ja, het zou goed moeten komen, toch? Ik hoop het wel. Ik ga ervan uit van wel. Hey, lieverd. Hey, mam. Hoe gaat het? Gaat wel goed eigenlijk. Ik heb een vrije dag. Oh, vrije dag. Hey, is dat niet die ene jongen die je laatst ook nog eens bij je had? Ik zag jullie vanavond nog terugkomen. Oh, ja. Mam, dit is Max. Max, mijn moeder. Ja, ik heb je nogal vaker gezien, hè? Ja, jij hebt gezorgd dat mijn dochter een paard had. Inderdaad. Maar, ja. Maar mam, ik wil iets vertellen. Ja, wat is het? Ik en Max hebben sinds gisteravond een relatie. Wat? met het shirt van de Primark. Jongeman, heb je een beetje rijke ouders? Nee, mijn ouders zijn gewoon gemiddeld. Ze wonen in het dorp Silvergleed. Villadorp? Nee. Lieverd, dit kan toch niet? Ik heb gezegd dat ik wil dat je met een rijk jongen krijgt. Niet met zo'n goedkope skeerde jongen. Wat moet mijn elite club er wel iets van vinden? Je zit helemaal op het gymnasium. Je wil naar de universiteit.
Dat is mijn grootste flex. En dan heb je met zo'n prutjongen. Nou, mama, hij staat er gewoon bij, hoor. Het is niet erg, het is niet erg. Maar, mevrouw, ik wou ook nog even vertellen, want ik ben nu nog niet rijk. Nog niet. En waarom zou jij over 10 jaar wel stinkend rijk zijn? Nou, kijk, ik doe nu een opleiding voor business. Dus dan kan ik een eigen bedrijf starten en zo. En ik had daar hele hoge cijfers op. Alles is boven de 7,5. Niet boven een 8? Oké, ik moet zeggen, 1 dingetje daar vind ik nog best wel lastig. Maar ja, iedereen vindt wel iets lastig, toch? En daar sta ik dus een 7,5 op. Maar voor de rest allemaal boven een 8. En dat is best wel goed. En als ik het zo doorga, dan word ik misschien aangenomen bij iets. Kan ik leren hoe je een bedrijf start. En kan ik het uiteindelijk zelf ook doen. En dat kan allemaal wel in 10 jaar tijd. Daar zeg je me wat. Ons bedrijf starten, hè? Maar ja, dat is wel heel moeilijk. Want als je dan bijvoorbeeld geen klanten meer krijgt, dan lukt het niet meer. Je bent afhankelijk van de mensen die komen. Ja, ja. En dat leer ik ook allemaal op mijn school. Maar ik heb ook al allemaal SE's geschreven en zo. Hoe je groot kan worden. En trouwens, uw dochter die kan ook een hele goede baan vinden. En als we het dan allebei hebben, kan het goed komen, hè? Ja, en mam, Max heeft ook nog een YouTube-kanaal. Vertel maar, Max. Oh ja, ik heb ook nog een YouTube-kanaal. Max Horses. En dat is eigenlijk ook een soort een kleine business. Want je moet je analytics bekijken. Je moet kijken hoeveel views je krijgt. Je moet alles bijhouden. Je moet altijd goed in het algoritme komen. En je moet ook nog editen. En het verdient ook best wel goed. Daarom kan ik nu mijn eigen paard kopen. En ik train hier natuurlijk paarden. Ja, en wat zijn analytics dan? Sorry, daar word ik echt te oud voor. Nou, dat zijn eigenlijk een soort grafieken waarbij je kan kijken bijvoorbeeld hoeveel mensen hebben gekeken, wanneer keken er veel mensen en wanneer gingen ze een beetje wegklikken of zo of scrollen. En als ze bijvoorbeeld scrollen, weet je, dat vinden ze saai, dus dat doen we de volgende keer niet. En als ze iets over en over kijken, dan weten we dat ze het leuk vinden en doen we het alleen maar meer. Dus ja, dat kunnen kinderen op YouTube ook doen. Als je iets leuk vindt, kijk het dan eventjes 2 keer terug. Want dan weet de eigenaar en degene die het maakt, dus dat jullie het leuk vinden. En dan maken ze er dus meer van. Inderdaad. Nou, je bent wel echt een businessmannetje of zo, hoor. Weet je wat? Ik keur het goed. Yes! Oh my god, Max! Dan mogen we samen zijn. Mwah! Hey, lieverd, niet voor mijn gezicht. Oh ja, sorry, mam. Kom mee, Diamond. Sorry. Nou, het maakt niet uit, schoonzoon. Ach, mam, doe even normaal, man. Ik maak maar een grapje. Nou, misschien is het wel helemaal geen grapje. Max, jongen toch? We gaan het zien. Misschien over 10 jaar? Misschien. Oké, nou kom, laten we gaan. Ik wil heel graag weer trainen. Ja, ja, ik moet ook trainen. Zullen we zonder zadel trainen? Tuurlijk zonder zadel. Ik hou van zonder zadel. Ik ook. En zo gingen Max en Anastasia heel vaak trainen. Alleen wat ze ook heel vaak deden, was gewoon samen naar restaurantjes gaan, samen wandelen, zonder paarden. Want ja, paarden hoefden toch niet overal bij te zijn. En daar stond Diamond, helemaal alleen. Anastasia had het veel te druk met haar vriendje en met school. Het enige wat ze nog een beetje met Diamond deed, was haar water en hooi geven. Verder eigenlijk helemaal niks. Diamond werd haast een beetje verwaarloosd. Hoe zou dat aflopen? Zo, net de peddeltjes hier uitgemest, ga ik even kijken bij de paardjes hier zo. Hey, normaal staan hier toch veel meer paarden? Hi, weet je waar alle paarden zijn gebleven? Oh ja, de meeste staan nu in de verre rij of zijn op de paardenmarkt. Oh ja, natuurlijk, het is paardenmarktdag. En waarom staat het paard helemaal alleen? Paarden horen helemaal niet alleen te staan, dat weet je toch? Jullie kunnen hem veel beter in de paddock zetten. Oh nee, sorry, dat is een eigen paard. Maar ja, dat kind geeft amper aandacht aan het dier, super zielig. Oh, serieus? Ja, je kan hem denk ik wel poetsen als je wil of zo. Kan hij echt wel gebruiken, misschien een schoon stalletje. Is goed, ik ga even kijken. Oh nee, kijk eens naar jou. Het is hier een dikke mesthoop. Dit is sowieso 2 weken lang niet uitgemest. En je hebt het zelf ook niet gevoerd. Je hebt geen eens water. Laat me eens je vel knijpen om te zien. Je bent helemaal uitgedroogd, arm dier. Ik geef je wel wat water, maak je geen zorgen. Kijk eens, dat is lekker, hè? Ja, goed zo, braaf. Wat lief. Ik ga je ook even een beetje meteen poetsen en zo. Dan word je misschien helemaal weer schoon. Zo.
Wow, deze poepvlekken krijg je er echt niet uit met de borstel. Dit moet echt gewassen worden en als het zo lang blijft zitten, kan het ook gaan irriteren. Maar eerst even wat hooi en nog de hoefjes uitkrabben en daarna vraag ik of ik je misschien mag wassen of zo. Kan je vast wel ook gebruiken. Juist, kijk eens hier, lekker hè? Oh, je had vast honger. Oh ja, de restjes van de grond eten. Zo, hoefjes helemaal schoon. Mooi. Ik kan helaas niet op je rijden, dus ik denk dat ik je gewoon aan de hand meeneem. Dat is vast geen probleem, toch? Zo, kom maar mee. Dit hoofdstel is wel iets beter, denk ik, dan die andere. Zo, dan beleid ik je nu even naar de wasplaats. Ach, moet je eens kijken. Je loopt helemaal stijf. Hoe lang is het wel niet geleden dat je echt goed hebt gelopen of überhaupt hebt kunnen draven of zo? Wat sneu. Nou ja, dan kan dit vast geen kwaad. Misschien kan ik nog wel vaker dingetjes met je doen. En misschien kan ik op de een of andere manier rijden als ik met de eigenaar kan spreken. En dan kan ik je naar de Stars in de Hoeve brengen, want daar woon ik en dat is een hele fijne ranch. Zo, kom maar mee. Hey, meisje. Oh, hallo meneer. Kan ik je helpen? Nee, maar jij kan mij wel helpen door even je paard te laten zien. Kan je niet zien dat hij hartstikke mager is? Door wie wordt hij verzorgd? Ja, dit is niet mijn paard. Ik zag dat hij een beetje aan de slechte kant eruit zag en super vies was, dus ik wou hem hier even wassen. Oh, ja. Mag ik hem anders eens even bekijken? Het is geen check of zo wat geld kost, maar gewoon even zien. Ja hoor, kijk maar. Ja kijk. Laat me die tanden eens zien. Ja, zo te zien is dit paard echt rond tussen de 10 en 15 jaar oud. En dat is helemaal niet oud. En dan zouden de tanden helemaal niet zo uit moeten zien. Kijk, als het nou een oud paard was, begreep ik dat hij mager was. Was het nog steeds een beetje mager voor een oud paard. Die op de baronesrenbaan woont. Maar dit paard is hartstikke jong. En dan ziet hij er zo uit, kan echt niet. Nee, I know. Ik probeer het te fixen, oké? Ja, doe maar je best. Succes, hè? Dank u wel. Nou, zelfs de dierenarts vond het slecht. Ik ga je eerst maar even goed wassen. Dan kan ik al je plekjes zien. Misschien heb je nog wondjes of zo. Zo, kijk eens. Een lekkere poetsbeurt. Ook even aan de andere kant. En zo ging Anastasia elke dag naar de manege om dit paard te kunnen verzorgen. Ze vond het natuurlijk super sneu dat ze amper werd verzorgd. Dus dacht ze dat zij het wel kon doen voor een tijdje. Ze hoopte natuurlijk wel dat ze niet ontdekt werd. Lekker insoppen. Oeh, kijk. Deze werkt perfect voor poepvlekken. Andere kant. Ik zie er bijna niks meer van terug. Even afspoelen. Zo. En hier nog eventjes. Een beetje naborstelen. En klaar is Kees. Goed gedaan. Dan, oh, wie schattig. Ja, dat was fijn, hè? Ja. Zo, en weer terug naar stal. Sorry dat ik niet langer bij je kon blijven. Hey meisje. Oh, ja meneer? Ik zie dat je elke dag dit paard kon verzorgen en ik vind het zo lief. Maar het paard wordt je echt niet beter op als je niet genoeg beweging krijgt. Oh, wat wilt u daarmee zeggen? Ik denk dat het beter is als je hem ook gaat berijden. Ik heb hem zien rijden en hij kan heel goed springen. Het is echt een professioneel springpaard. Maar ja, eerst moet hij nog conditie opbouwen. Dus als ik jou was, zou ik gewoon een staprondje doen. Ik denk dat je het beste gewoon een stapritje kan doen door de heuvels en de bergjes hier zo. Dat is niet super zwaar, want er zijn gewoon allemaal lekkere looppaden. Oh, oké, mag dat? Ja, wat mij betreft wel. Het is het beste voor het paard en daar gaat het om. Oh, top, wat leuk. Mag ik je rijden? Ik zou wel een zadel omdoen. Hij is al lang niet meer bereden en dan heb je misschien iets meer evenwicht. Ja, slim idee. Mag ik op je rijden, schat? Ja. Oh mijn god, ik kan echt niet wachten. Zo, kijk eens aan. Zo, goed zo, braaf. Kom maar. Succes, hè? Dankjewel. Het voelt toch niet helemaal goed dat ik op iemand anders paard gewoon stiekem aan het rijden ben. Ik denk dat ik toch maar eventjes het na de buitenrit aan de eigenaar ga vertellen. Of nou ja, iemand die de eigenaar kent of zo. Ik weet niet of ze hier überhaupt is. Als ze dat paard zo verwaarloost, is vast nergens op de manege. Kom maar, ik weet het. Dit stuk is een beetje stem. Maar als je hier voorbij bent, hebben we een lekker makkelijk stukje. Hey, komt er iemand voorbij? Hey, wacht eens even. Is dat niet Diamond? Diamond? Ja, weet je de naam van die paard niet eens? Oh nee, de eigenaar heeft het een beetje druk met weet ik veel wat. En hij werd haast een beetje verwaarloosd, dus ik dacht dat ik vast wel eventjes een beetje kon rijden. Oh ja, nou, weet je wat? Kom eens met mij mee, we kunnen samen een buitenritje maken, vertel je me meer. Ik ken dat paard toevallig, misschien kan ik je iets vertellen over het paard. Echt? Dat zou helemaal geweldig zijn. Oké, volg mij maar. Oké, is goed. Ik heet trouwens Esther, wat is jouw naam?
Oh, ja, mijn naam is Max. Oh, dat is een coole naam. Leuke halflingen heb je daar. Oh, dankjewel, dit hoor ik wel vaker. Ja, ik hou meer van ponies en zo en niet echt van grote paarden. Ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje meer met ponies bezig, liever. Maar ja, dit paard zag er zo verwaarloosd uit. Oh, kunnen we misschien niet draven? Dit paard is best wel moe en is al heel lang niet meer in beweging geweest. En ik denk dat hij hierna helemaal dood op is. Oh, ja, tuurlijk. Paarden gaan altijd voor, hè? Inderdaad. Fijn dat je dat weet. De meeste paardrijjongens die ik ken, die zeggen gewoon lekker paardrijden voor alle meisjes. Oh, nee, zo ben ik echt niet, hoor. Hou maar. Nee, maar zo ben ik niet. Dat zou ik nooit doen. Paardrijden voor meisjes, dan ben je echt wel een dikke poep. Ja, vind ik ook. Hey, kom je hier vaker? Nou ja, sinds kort wel. Ik ben hier pas binnen een weekje of zo. Oh, zo dan? Ja, ik woon eigenlijk bij de Starshinehoeve. Maar ja, ik zocht een bijbaantje en bij de Starshinehoeve zijn niet echt hele leuke baantjes te vinden. En hier wel, want hier kan je gewoon paarden verzorgen. En ik zag dit paard van een paar dagen geleden of zo en nu, toen zei de dierenarts dat ik hem wel kon rijden. Oh, ja, de dierenarts. Nou ja, altijd naar de dierenarts luisteren. Die weet het beter. Die weet het best. Ja, inderdaad. Kom mee, ik ken een prachtig uitzicht. Oh, oké, is goed. Ben benieuwd. Ja, hij gaat het prachtig vinden, dat beloof ik je. Oké. En zo bracht Max Esther naar het prachtige plekje toe. Esther wist echt niet wat haar te wachten stond en wat voor een mooi uitzicht het was. Oké, kijk. Hier ergens is een soort ruimteschip. Ze zeggen dat het een kunstwerk is van een bepaalde rare kunstenaar die het een beetje grappig vond om dat te doen. Maar ik denk, eerlijk gezegd, dat het misschien wel echt is. Echt? Een echte ruimteschip? Ik geloof je in aliens? Nou, niet per se dat, maar ik vind het best wel raar. Ik denk dat hij misschien wel uit Pandoria komt. Wacht, ik laat het je zien. Oké. Oh, niet zo snel, het is hier best snel. Word eens voorzichtig. Wauw, dit is best wel vet. En een beetje eng. Ja, wist je dat het 's nachts ook een raar zoemend geluid maakt? Echt, hoe weet je dat? Oh, ik was hier gewoon eens een keer 's nachts gewoon voor de leuk. Voor de leuk. Ja, ik bedoel, ik vind het best wel vet hier. En ik wou een beetje onderzoek doen, you know. Stoer. Ja, tuurlijk. Ja, hoor, is goed. Maar heb je trouwens een vriendje? Nee, op het moment niet. Jij dan? Heb je een vriendin? Nee. Ik ben zo single als wat. Oké. Hey, ik ken een mooi uitzicht. Kom mee. Oké, kom maar aan. Wow, dat is ook zo stil allemaal. Ja, maar het is het waard. Voilà. Wauw, het is prachtig. Hey, niet zo dicht bij de rand. Straks zwaai je nog. Oh, ja, sorry. Nee, maak geen zorgen. Ik vang je wel, no matter what. Ik spring achter je aan. Oké, is goed. Kan je niet veel beter de 112 bellen? Nee. Oké. Maar wat een mooi uitzicht. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb het uitzicht gezien vanaf de top van het kasteel, maar niet vanaf hier. Je ziet hier bijna heel Jorvik. Ja, het is prachtig. Daar ben ik het helemaal mee eens. Net als je ogen. Ze zijn prachtig en het groene... Oh ja, sorry. Ik ben hier echt niet klaar voor. Wat? Nee. Huh? Kom op, doe niet zo saai. Nee, serieus, ik heb echt geen tijd voor. Ik wil het niet, dat ken je nog maar net. Niet zo saai doen. Hey, oprecht kappen nou. Ik zeg kappen, laat het. Ga weg. Wat een raar gast. Nou, doe het dan. Blijf. Jongen. Kom maar mee, paard. Wat een rot jongen zeg. Ik had hem nooit moeten vertrouwen. Oh ja, ik weet dat je niet lang kan rennen, maar we moeten nu echt weg. Het spijt me zo erg. Oh, rustig maar. Zo, zie je heel stil. Rustig. Rustig ervan af, hè? Juist. Kleine pasjes. Mooi zo. Goed zo. Wat stel dit? Waarom laten ze dit voor paarden? En het zal wel. Hé, meisje. Esther, ga nou niet weg. Hé, laat me met rust. Vieze engers. Ik zeg toch nee? Wat begrijp je daar niet aan? Ach, je moet niet zo saai doen. Ik dacht dat je me leuk vond. Je vroeg zelfs nog of ik een vriendin had. Nou, sorry als ik je verkeerde signalen heb gegeven, maar ik heb echt geen interesse. Sorry, het spijt me. Doeg! Esther, kom op. Max, ik zeg dat je klaar nu. Anders ga ik echt iemand roepen. Oh, wat ga je doen dan? Je broer roepen of zo? Ach, hou je mond. Oké, ik wil grijpen. Mag ik tenminste je snap? Ik bedoel, je bent hier toch? Nee, je probeerde me net iets te doen wat ik helemaal niet wou. Waarom zou ik jou mijn snap geven? Echt niet?
Nou, prima. Ga weg. Prima, man. Je bent echt kinderachtig, weet je dat? Ja, nou, liever kinderachtig dan met zo'n iemand als jou. Zo'n jongen. Het spijt me, Diamond. Het was niet mijn bedoeling om zoveel stress te doen, maar hij deed zo vervelend. Weet je wat? Ik ga gewoon tegen de eigenaar zeggen dat je op haar paard rijdt. Prima. Was ik toch al van plan. Veel plezier. Ja, doeg. Veel plezier met in problemen komen, hè? Ik had het veel liever zelf gezegd. Nou ja, het zal wel. Nou, ik ga er zelf dan ook maar even heen. Kan ik nog even met haar praten en uitleggen? Misschien heeft hij wel het hele verhaal verdraaid. Lijkt me echt iets voor hem. Wat een klungel. Wie zou hij hier eigenlijk de eigenaar zijn? Ik wist het helemaal niet. Hey, jonge dame. Kom jij eens heel snel even hier? Hallo mevrouw. Ja, stap maar even af. Gewoon op ooghoogte alsjeblieft. Oh, tuurlijk. Waarom zit jij op Diamond te rijden? Diamond is jouw naam dus. Ja, maar waarom rij je op hem? Maar bent u dan de eigenaar van Diamond? Oh, nou, niet officieel. Mijn dochter is de eigenaar, maar ik heb nog steeds... Ja, ik kan eigenlijk bijna alles doen ook met het paard, want het is soort van mij. Oh ja, ik snap het. Maar leg eens heel gauw even uit waarom jij op dat paard zit te rijden. Zonder toestemming, neem ik aan. Ja, kijk. Ik werk hier dus sinds een weekje. Ik woon bij de Starshinehoeve en ik zocht een baantje. En ik begon hier een beetje te werken. En ik zorg een beetje voor jullie paarden en zo. Hartstikke leuk. En toen was ik een keer markt en dit paard was als enige hier nog. Aha. Ja, deze gaat nooit naar de markt. Nee, en ja, ik zag hem staan en ze zag er zo mager uit. En die stal was sowieso al 2 weken niet uitgemest en zo. En ik vond het er zo zielig uitzien, dus ik ging voor een weekje verzorgen. En toen zei de dierenarts dat ik wel misschien met hem kon rijden of zo en weer een beetje op conditie brengen. Oh ja, nou, ik snap op zich wel waar het vandaan komt. Mijn dochter heeft het namelijk heel druk met school en haar vriendje Max. Max? Wacht, heeft hij blond haar? Ja, hij liep net nog langs. Hij vertelde mij over jou. Och, ja. Mevrouw, ik moet u iets vertellen. Die Max die probeerde mij te versieren. En hij wou me volgens mij net ook nog zoenen bovenop de berg. Wat? Het vriendje van mijn dochter. Vreemdgaan. Ja, hij vertelde mij dat hij single was. Wat? Dat kan niet. Wat een gemene poepert, zeg. Ja, nou, nu ik weet dat hij toch een vriendin heeft, ben ik echt blij dat ik niks met hem te maken heb gekregen. Ja, nou, en maar goed ook, volwassen van je. Nou, weet je wat? Mijn dochter heeft toch geen tijd meer voor dit paard. En ze heeft zoveel paarden en ponies hier. Ze kan veel beter een leasepaard of zo nemen, besef ik me nu. Ja, dat kan ze inderdaad doen. Daar kan je ook een beetje een band mee opbouwen, maar je hoeft er niet elke dag heen. Je doet het samen met iemand, dus die andere kan ook uitmesten en zo. Inderdaad. Weet je wat? Weet je wat? Ik ga even mijn man bellen om te overleggen om te kijken of we dit paard kunnen verkopen. Want Anastasia heeft er geen tijd meer voor. Oh, echt? Ja. Ik bel even mijn man hoor. Piep, 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 piep. Hallo, schat, de patatje van me. Oh, hallo, schat, dat is er. Ik ben net in een meeting. Ik denk dat we het Diamond beter kunnen verkopen. Anastasia heeft er echt geen tijd meer voor. Ze heeft het veel te druk met haar vriendje en school. Ja, nou, oké, wat jij wil. Nou, ik moet echt weer gaan. Doeg! Nee, wacht. Dat vriendje is ook niet te vertrouwen, hoor. Echt waar. Hoezo dan? Je had me nog laatst gebeld om te overleggen of dat mocht. Ja, nee. Toen dacht ik dat het een leuke jongen was, maar dat is het dus echt niet. Hij is een dikke cheater. Ja, goh, cheater. Getsy. Ik mag die jongen zo niet. Alleen maar stoer doen en vervolgens dat meisje hun hart breken, hè. Inderdaad. Nou, ik moet nu echt weer gaan, schat. Ik heb een belangrijke meeting, oké? Ja, oké. Doeg. Doeg, hou van jou. Hou ook van jou. Oké, nou, het paard wordt dus verkocht. Oké, voor hoeveel dan? Ja, voor 5000 euro. 5000, dat is hartstikke goedkoop toch voor zo'n goed springpaard? Ja, maar kijk eens in wat voor conditie dit beest is. Hij moet ook nog naar de dierenarts checks krijgen. En dat moet de eigenaar dan doen. Oh ja, weet je wat? Ik ga mijn ouders vragen of zij hem willen kopen. En dan kan ik misschien bijbetalen doordat ik hier werk. Ja, inderdaad. Je hebt nu al een beetje een band met het paard opgebouwd. Dus die kent jou vast wel. En ik denk dat het paard het ook superleuk zou vinden. Ja. Oh my god, ik hoop zo erg dat het mag. Ja, maar er is nog één ding. Iemand moet natuurlijk wel aan Anastasia gaan vertellen dat haar vriendje vreemd gaat, hè? Ik wil niet dat ze met zo'n loser en knul omgaat. Zou jij het vertellen of ik of wil je het samen doen? Weet je wat? Ik denk dat ik het beter zelf kan doen. Ik bedoel, ik was erbij, dus ik kan alles veel beter vertellen. Het enige wat jij weet is dat hij vreemd zou gaan. Ja, oké, dat is een goed idee. Super knap dat je dat durft.
Nou, weet je wat? Ga jij dat paardje maar eventjes nog een beetje napoetsen. Dan zet ik hem in de verkoop en hoop ik dat jij hem kan overkopen samen met je ouders. Ja, is goed. Zo, kom maar mee, lieverd. Nou, je staat dus nu officieel te koop. Ik hoop echt dat ik je mag krijgen van mijn ouders. Oh, ik hoop het zo erg. Dan kunnen we zoveel bereiken. Je bent echt een heel mooi springpaard namelijk. En je kan ook nog eens voor dressuur. Je kan eigenlijk alles wel, denk ik. Ik ga het meteen vragen. Doei, Diamond. Ik zie je later nog wel. En misschien ook voor altijd. Doeg. Zo, snel naar mijn vader toe. Of nee, naar mijn moeder. Daar heb ik een altijd grotere kans bij. Die is veel makkelijker in dat soort dingen. Hey mam. Oh, hallo lieverd. Hoe gaat het? Ja, goed. Met jou? Ja, ik ben echt in een perfecte bui vandaag. Lekker bakje koffie gehad en hij was perfect. Ik zeg het je. Oh, mooi ja. Ja, het was echt geweldig. Nou ja, wat is er? Nou kijk. Weet je nog toen je zei dat ik voor mijn 18e verjaardag, wat dus overmorgen al is, een auto mocht krijgen als ik niet zou roken tot mijn 18e? Ja, dat weet ik nog wel. Maar ja, dan weet je natuurlijk wel jouw verjaardagscadeau, hè? Ja, maar ik zou het graag misschien willen inruilen voor een paard. Huh? Ja, maar ik kan niet voor overmorgen een paard regelen. Oké, mam, laat het me je uitleggen. En zo vertelde Esther het hele verhaal over hoe ze Diamond had ontmoet en waarom zij zou kunnen kopen en dat ze hem helemaal had verzorgd voor nu al bijna een week. En daarom kan de paard dus nu meteen gekocht worden. Nou, lieverd, ik weet het niet zo goed. Je zegt dat hij in een hele slechte conditie is. Dat kost heel veel tijd, werk en ook geld. Bovendien is een auto veel handiger. Daarmee kan je veel makkelijker naar de renbaan gaan. Hoef je niet de hele tijd op je fiets, want dat is veel te ver. En ja, het is gewoon handiger als je een auto neemt. En ik vind het ook fijner als jij een auto neemt. Dat vind ik veel minder eng dan zo'n paard. En bovendien heb je überhaupt al tijd voor een paard. Mam, alsjeblieft. Nee, zeuren, dat mag niet. Nee is nee. Prima, je begrijpt ook nooit. Waarom mag ik nou niet gewoon een paard? Er zijn hier zoveel paarden. Weet je wat? Ik ga het aan papa vragen. Hey pap. Oh, hallo lieverd. Jij ziet er een beetje van streek uit. Ja. Mag ik je alsjeblieft even iets vertellen over een idee? En zo vertelde Esther het hele verhaal die ze ook aan haar moeder had verteld aan haar vader. En daarbij had ze ook nog even gezegd dat het paard kan helpen tegen stress. En ook als ze zich verdrietig voelt dat ze daar troost kan vinden. Want haar ouders hebben het best wel vaak heel erg druk. Ja, nou... Maar je moeder heeft nee gezegd, oké? Dan is het nee. Nee is nee. En je weet, als je moeder iets niet wil, dan gebeurt het ook niet. Ja, maar papa, ik zeg het je, ik ga zelf bijbetalen. Ik werk nu bij de renbaan en ik verdien daar hartstikke goed. Nee, nee is nee. Je moet niet gaan zeuren, oké? Daar heb ik echt geen zin in nu. Maar papa, ik heb toch niet gerookt op mijn 18e? En ik betaal zelf ook bij. Het kost ook geen benzine. Ja, maar het paard kost wel veel geld. Ja, maar dat betaal ik toch? Nee, nee. Je moeder heeft nee gezegd en je moeder is gewoon de baas daarin. Zij zegt nee, het antwoord is nee. Prima, dan niet toch? Doei! Doei! Waarom kan hij me nou nooit begrijpen? Wat is het probleem? Ik betaal letterlijk superveel zelf bij. Zij hebben er nul werk van en nog steeds mag het niet. Bovendien is een paard goedkoper dan een auto. En al helemaal in deze tijd, want benzine is hartstikke duur geworden. Ik wil zo graag dat lieve paardje hebben. Ze verdient het helemaal niet. En misschien belandt hij nu wel bij een nog ergere eigenaar. Of een andere markt. En dan weer een markt. En dan weer een markt. En dan is hij misschien helemaal in Amerika. Weet ik veel. En zo was Esther heel verdrietig dat ze Diamond niet mocht krijgen. Ze had alles voor elkaar. Ze had het geld ervoor als haar ouders mee zouden betalen. En ze had ook gewoon de tijd. Dus ze snapte helemaal niet waarom het niet mocht. Ik ken dat paardje nu al zo goed. We hebben al helemaal een band opgebouwd en dan moet hij gewoon weer weg. Echt heel jammer. Het is mijn verjaardag. En wat krijg ik? Een stomme poepauto. Ik hoef het helemaal niet. Nou ja, beter iets dan niets, hè? Niet waar! Diamond! Oh my gosh! Betekent dit dat jij mijn verjaardagscadeau bent? Woehoe. Nou ja, weet je wat? Ik mag niet te vroeg juichen. Eerst moet ik het even aan mijn ouders vragen. Kom maar mee. Wacht, gelukkig heb ik altijd een hostel thuis. Ik verzamel die dingen. Oké, kom mee. Hup, hup. Papa, papa. Oh, rustig. Mag ik Diamond hebben? Yep. Ik heb even over nagedacht en je had wel gelijk.
Je kan hartstikke goed met een paard omgaan en je hebt genoeg tijd. Dus ik heb het er even met je moeder over gehad en oh my god. Het was niet normaal hoe chagrijnig ze ervan werd, maar ik heb haar toch overgehaald. Dank je, pap. Ja, ja. En je paard kan je ook hier stallen bij de Starshinehoeve. Serieus? Yep. Want ja, ik heb natuurlijk ook een stalletje geregeld. Want ja, dat hoort natuurlijk ook bij de basiskosten. Dank je, pap. En gefeliciteerd met je verjaardag, hè, schat. Dank je, pap. Nou, hup, snel naar je moeder toe en bedankt zeggen. Voordat ze denkt dat je ondankbaar bent en dan weet je wat er gebeurt. Oh ja, snel erheen. Kom maar, lieverd. Snel naar mijn moeder. Mama, mama. Bedankt dat ik een paard heb gekregen. Ja, gefeliciteerd, lieverd. Oh my god, ik weet niet hoe erg ik je kan bedanken. Ja, lieverd. Nou, maar mag ik je dan tenminste om één gunst vragen? Ja hoor, mam. Zou je alsjeblieft niet willen gaan beginnen met roken of vapen? Tuurlijk niet, mam. Dat ga ik toch nooit doen? Nou, oké. Mooi zo. Kom eens hier van knuffel. Oké. Hou van jou, mam. Hou ook van jou. Wat ben je lang geworden, zeg. Ik hoop dat al je liefdesverdriet er zo weggaat. Want ja, nu is je paard natuurlijk je nieuwe vriendje, hè? Ja, dat is wel waar. Nou, hup, lekker rijden, man. Heb eens even plezier. De visite komt rond 5 uur. Oké, is goed. Dank je, mam. Doeg. Doeg. Kom mee. Woehoe. En zo trainden Esther en Diamond superveel samen. Ze deden weer hindernisjes langzamerhand en ze bouwden weer helemaal de conditie op. Langzamerhand werd Diamond daarom ook weer veel beter en zag hij er ook veel beter uit dan eerst. Hij was helemaal niet meer mager en kon weer superhoog en snel rennen en springen. Goed zo, schat. Ik weet dat je Wester niet het leukste vindt, maar ja, we zitten hier tenminste op een Wester-maneetje, dus ja, het hoort er een beetje bij. Kom. Goed zo, braaf. Wat doe je dat netjes. Alle andere paarden doen het nooit zo goed. Die leren echt niet zo snel als jou, hoor. Wat ben ik trots op jou. Juist. Deze nog. Mooi. Zo, ik breng je weer terug naar stal, want de visite komt er zo meteen weer aan. Zo, ik heb al een tijdje niks meer van Anastasia gehoord. En elke keer als ik bel, neemt ze niet op. Ik dacht dat ze misschien druk had, maar nu is het al zo lang zo. Ik ga wel even aankloppen. Ik bedoel, dan kan ze die zo snel ophangen, toch? Ik vraag wel om een buitenrit. Dat vindt ze altijd leuk. Anastasia! Huh? Oh. Hoi, Max. Hey, schatje, hoe gaat het met je? Ik heb al zo lang niks meer van je gehoord. Wil je anders mee op buitenrit gaan? Ten eerste, je hoeft me geen schatje meer te noemen. Ten tweede, mijn paard is verkocht. Wat, waarom? Mijn ouders hebben hem verkocht. Ze zagen dat het me eigenlijk helemaal niks hielp. Ik had veel te druk met jou en daar. Dan had ik ook nog school en ik had geen tijd meer over voor mijn paard. Ja, dat snap ik. Ja, dat is inderdaad vervelend, maar hoezo mag je geen schatje noemen? Ik heb gehoord dat je met de eigenaar, die nu de eigenaar is van Diamond, hebt lopen flirten toen zij hem zat te verzorgen. Wat? Nou, daar is niks van waar. Ik weet niet hoe je daar komt, dat je mij gewoon niet vertrouwt. Ik vertrouw je, maar waarom zou dat meisje liegen tegen mij? Ze is hartstikke lief. Ah, dat meisje heeft het je verteld. Ik zou wraak nemen op haar. Jongen, wat een rotkind. Ah, als je dat doet, word je meteen van deze manege gekikt. Laat ook maar. Ik ben hier weg. Je bent toch nutteloos. Waarom moet ik überhaupt met jou? Nou, als je het zo makkelijk uitmerkt, is het misschien wel beter dat het weg is. Ja, veel beter. Doeg, rotwijf. Kom, pony. Nou, ben ik mijn vriendje kwijt en nu ook nog eens mijn paard? Schatje, kom eens, wat is er? Och, hebben we dit gezeik weer. Hey, mam. Lieverd, wat is er nou aan de hand? Je weet dat je altijd tegen mij mag praten, hè? Ja, ik heb het net uitgemaakt met Max. Schijnbaar probeerde hij een ander meisje te versieren terwijl wij hadden. Dit meisje die de hele tijd Diamond zat te verzorgen. Oh ja, nou, dat is wel heel vervelend, hè? Nou, kom eens hier voor een knuffel. Ja. Nou, misschien is het ook wel beter dat het uit is. Als hij zo niet loyaal is, kun je veel beter een ander vriendje hebben die wel lief is. En loyaal en die niet zomaar naar andere meisjes toe gaat. Ja, daar heb je wel gelijk in. Het is inderdaad misschien wel beter. En wie heeft het uitgemaakt? Ik. Lekker! Dus dan ben jij hier de sterkste die het gewoon heeft gedaan, hè? En dan is hij niet degene. En jij weet precies waarom. Ja, dat klopt. Daar heb je wel gelijk in. Nou, ik vind dat heel erg badass van jou. Dank je, mam. En zo had Anastasia haar paard
een superleuk eigenaar gekregen die wel genoeg tijd had voor hem en goed kon verzorgen en waar ze echt een sterke band mee op konden bouwen. Bedankt voor het kijken naar deze video op het kanaal en klik even op het plaatje in het midden voor nog meer leuke video's. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer!